Heb jij tijdens het bulken het gevoel dat je te veel vet aankomt of zelfs een beetje dik wordt? In deze video leg ik uit hoe je dat kan voorkomen. Vandaag neem ik jullie mee met de training die ik vandaag doe en daarna volgt een fysiek update. Dus ben jij benieuwd hoe ik eruit zie na al die maanden bulken? Blijf dan kijken. Zelf ben ik mijn bulk tussen augustus en september begonnen. Dit betekent dat ik al bijna 5 maanden aan het bulken ben. Mijn bulk begon op ongeveer 3000 calorieën per dag en is op dit moment zelfs zover dat ik rond de 3500 calorieën zit per dag. Hierdoor zijn de gewichten in de gym als een raket omhoog gegaan. Als voorbeeld is mijn bankdruk van 90 kilo voor 10 reps aan het einde van mijn cut naar 100 kilo voor 10 reps gegaan op dit moment. Deze progressie in oefeningen zet natuurlijk ook om in de progressie in spiermassa. In deze periode van 5 maanden ben ik veel spiermassa aangekomen. Maar omdat ik al zo lang train, is het minder goed te zien dan bij bijvoorbeeld een beginner. Dus, de voordelen van bulken is dat je sterker wordt. En onder andere omdat je sterker wordt, maak je ook spiermassa aan. En daarnaast kan je ook nog eens meer eten dan je eigenlijk nodig hebt. Dus, al met al is bulken ideaal, toch? Maar er zitten ook wel nadelen aan. Bijvoorbeeld in mijn eigen geval, aan het einde van mijn cut, op mijn diepste punt, zat ik rond de 475 kilo. Ondertussen zit ik bijna op 85 kilo. Dit betekent dat ik bijna 10 kilo ben aangekomen. Als je naturel traint, is het onmogelijk om in 5 maanden tijd 10 kilo spiermassa aan te maken. Ook als je een beginner bent, kan je niet in 5 maanden 10 kilo spiermassa aanmaken. Dat is gewoon onmogelijk. Dus dat betekent dat je automatisch ook vet aanmaakt. En dat vet, dat kan nog wel eens een probleem worden. In het begin zal je zien dat je abs een beetje beginnen te verdwijnen. Maar dat is op zich nog niet zo erg, want dat hoort gewoon bij het spelletje. Maar als je verder en verder gaat met bulken, dan kan het zijn dat jij op een gegeven moment denkt van hé, ik begin zelfs een beetje mollig te worden, want het vetpercentage is gewoon te hoog. Dit is best normaal, maar zelf vind ik het heel vervelend als ik naar de spiegel kijk en ik denk van jeetje, zo. Ja, daar zit wel een aardig vetlaagje op. Dat vind ik gewoon irritant, dat zit ik niet goed in mijn vel en daarom wil ik het eigenlijk voorkomen. En ik weet zeker dat sommigen van jullie daar ook last van hebben. Je bent aan het bulken, je gewichten gaan omhoog. Je spiermassa neemt toe, dus eigenlijk wil je niet stoppen. Maar je kijkt in de spiegel en je denkt, shit, het is tijd om droog te trainen. Dan is het zonde om heel je bulk te vergooien door helemaal droog te gaan trainen. Dus, mijn advies naar jullie is om tijdens je bulk een minicut in te lassen. Nou ja, wat is een minicut? Een minicut is een periode van 2 tot 4 weken waarin je redelijk agressief een cut gaat doen. Hoe ziet zo'n minicut er dan uit? Nou ja, ik eet zelf nu 3500 calorieën. Ik moet rond de 3000 zitten om ongeveer op gewicht te blijven. Dus ik kies ervoor om in plaats van de 3500 calorieën die ik eet tijdens mijn bulk te droppen naar ongeveer 2700-2800. Op deze manier verlies ik redelijk snel vet, dus het bovenste laagje vet eigenlijk. En verlies ik vrijwel geen spiermassa omdat de cut maar zo kort duurt. Spiermassa, dat willen we natuurlijk niet verliezen. En als jij in een periode van 2 tot 4 weken je eiwit te hoog houdt en niet veel te laag gaat zitten in je calorieën, zal jij vrijwel geen spiermassa verliezen. En dit is natuurlijk wat we willen. Vind jij jouw eigen vetpercentage iets te hoog zitten, maar wil je nog niet stoppen met bulken omdat de zomer nog redelijk ver weg is? Ga dan voor die minicut. Het heeft niet alleen het voordeel dat jij op dat moment zelf wat lager zit in vetpercentage, dus weer beter in je vel zit. Maar het scheelt ook als jij echt gaat droog trainen van de zomer, een beetje werk. Omdat jij nu bijvoorbeeld jouw vetpercentage met 1 à 2% kan droppen, betekent dit dat jij die 1 à 2% van de zomer minder hoeft te droppen om hetzelfde resultaat te behalen. Oftewel, deze minicut heeft alleen maar voordelen. En dat is dus de reden waarom ik een minicut ga doen van ongeveer 2 weken. Puur zodat ik weer met een goed gevoel verder kan gaan met bulken. En zodat ik van de zomer iets minder moeite hoef te doen. Hier wil ik de video even onderbreken, want het is tijd voor de fysieke update. We hebben vandaag benen getraind, dus dat betekent dat we in het bovenlichaam geen pomp hebben. Dit ziet eruit zonder flex. Dit is fysiek met een paar poses.
Zoals je ziet ben ik echt wel wat vet. Hier vast aan het houden bij de onderste abs. Genetisch ben ik daar gewoon heel gevoelig voor. Dus dat betekent dat ik snel vet in de onderkant van mijn buik stop. In plaats van bijvoorbeeld op mijn rug. Dit is mijn fysiek, dus op 16 januari 2019, 5 maanden bulk achter de rug, tijd voor de minicut, zodat het weer een beetje gefine-tuned wordt en weer vrolijk verder kan. Weet jij na deze video nog steeds niet hoe jij het precies aan moet pakken met de minicut? Stuur dan mij gerust een berichtje via Insta, WhatsApp of laat iets weten in de reacties. Vond jij deze video leuk en heb je er wat aan gehad? Laat dan een blauw duimpje achter voor mijn mollige buik. Hou mijn YouTube en Instagram in de gaten, want er komt heel veel zieke content aan. Deel deze video met je vrienden en op social media. Abonneer als je nog niet geabonneerd bent en tot de volgende keer.